De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Permisser, vindt het voorbarig om te stellen dat de NDP sterk achteruit is gegaan in zetels. Hij wacht totdat de officiële resultaten van de verkiezingen worden gepresenteerd. Wij spraken de LVV-minister vanmorgen in de sporthal, waar de processen verbaal van de stembureaus van Paramaribo worden gecontroleerd. We zijn midden in het proces. Laten we naar de afronding afwachten. En pas dan zullen we formule reageren op de zetelverdelingen. Iemand zei een keer, ik ga wel bewust die citaat nemen voor de mensen die voorbarig zijn. Als je s'morgens gaat kuchen, morgenochtend, waarom doe je smoel nu open? Ah, niet zo plat. Zeg mond. Toen. Maar je moet, je moet toch zeggen, doe je mond niet open. Zo heeft die leider toen gezegd. Okay. En daarmee zegt u? Laten we niet voorbarig zijn. Het is juist de plicht, de verantwoordelijkheid van de leiders om rustig af te wachten en iedereen tot rust te bedaren. Permisser vindt dat de verschillende instituten alle ruimte moeten krijgen om hun werk te doen. Volgens zijn informatie moet nog 30% van de resultaten van de diverse stembureaus worden bekendgemaakt. Ik heb van een medium een tabel van morgen gelezen. Is voor iedereen duidelijk. Kijkt u maar, ongeveer 30% in districten. Dus als ik zo bekijk, kunnen drie, vier zetels nog, moet er duidelijkheid komen. En verwacht u dat die drie, vier zetels naar de NDP gaan? Ik zei net, ik wil niet voorbarig zijn. Oh, okay. Ja. Maar daarom zeg ik een verwachting. Iedereen wil het beste voor zijn eigen partij. En iedereen, vooral de leiders, hebben de verplichting en de verantwoordelijkheid om. Iedereen is enthousiast en nogmaals, iedereen wil het beste, iedereen wil het maximale. Daar heeft iedereen het recht daartoe. Daarvoor gaan we in de verkiezingen, toch? Maar we moeten onze mensen tot verantwoordelijk gedrag. Ja, dag manen. LVV-minister Rabin Permisser over de verkiezingsresultaten. Hij vindt het voorbarig om in te gaan op de officieuze resultaten die aangeven dat de VHP de meeste zetels heeft gehaald.